Hoi, goedemiddag bij Room for Discussion. We gaan het vandaag hebben over het AFM en de beurs. De beurs en de beleggingswereld hebben een turbulente tijd gehad. Van een forse koersdaling tot de hoogste piek op de AEX tijdens COVID. Digitalisering in de financiële sector. Er is veel veranderd en er gaat nog veel meer veranderen. En om deze veranderingen duidelijk in kaart te schetsen, hebben wij Laura van Geest te gast. Zij is bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten, waaronder die onder andere toezichthouder is van de Nederlandse beurs. Ik ben Tim en dit is Abel. En geef alsjeblieft een warm applaus voor Laura van Geest. Welkom. Welkom. Dankjewel. Het is de tweede keer toch, dat u op de bankje zit? Ja, al tweede keer op bankje. Zoals zacht. Zit al bijna behagelijk. Ja. Ik zat helemaal naar achteren. Ja. We willen eigenlijk beginnen met een kleine publiekspoll. Dan kunt u ook een beetje zien wie er in het publiek zit. En hoe zij erin staan. Dus zullen we dat even doen? Ja, dus alsjeblieft de handen omhoog als het van toepassing is. Dus ten eerste, wie investeert hier? Ja, oké. Okay. En wie heeft er specifiek aandelen? Wie zit er in crypto? ETF's. Oké. Okay. Wie heeft een goede financiële buffer naast hun portfolio? Wie leent er maximaal? Oh, dat zijn er best wel weinig. Nou, dat is goed. Als u dit zo ziet, wat vindt u ervan? Nou, ik denk tijden zijn wel veranderd, want ik denk dat in mijn tijd, als je deze vraag zou hebben gesteld, het aantal mensen wat zou zeggen, nou, ik beleg in aandelen of in ETF's en zo, niet zo groot zijn. Nou, is het misschien ook niet een aangedekte steekproef uit de studentenpopulatie, denk ik. En dat past wel bij de beelden die we natuurlijk hebben gehad. We hebben laatst een onderzoek gepubliceerd onder execution only, dus de do-it-zelf beleggers, maar dat zijn jullie waarschijnlijk zelf ook allemaal. En daar hebben we natuurlijk gezien dat er een enorme toename is. En vooral ook onder jongeren. Waarschijnlijk zit dat voor een deel weer in de zaal. En wat vindt u dan van beleggende studenten aan zich? Ja, kijk, ik vind zelf dat je altijd moet beleggen op het moment dat je dat kunt veroorloven. En ik kan natuurlijk niet helemaal in de portemonnee kijken van al deze mensen. Dus dat zou wel een overweging zijn. Ik weet niet zeker of de mensen die maximaal lenen ook maximaal in crypto zitten. Dat zou ik zelf wat minder behagelijke combinatie vinden. In algemene zin zeggen we, beleggen kan om, als je spaargeld hebt en je hebt genoeg spaargeld en je wil er wat rendement op halen, kan beleggen daar een goede strategie voor zijn. Maar ja, dan zeggen we ook spreiden. Kijk, als mensen zeggen, normaal ga ik altijd naar het casino en in coronatijd kon dat niet. Dus nu doe ik dat lekker op de beurs met geld wat ik daarvoor had gereserveerd. Ja, dan kan ik daar persoonlijk alles van vinden, maar daar vinden we als AFM dan weer wat minder van. Ja, er gingen wel minder handen omhoog bij een financiële buffer dan met de financiële producten. Hoe kijkt u daar naartoe of tegenaan? Nou ja, ik vind, kijk, het beeld wat je in ieder geval uit de krant haalt, dat zal ik dan niet mensen hiertoe schrijven, dat mensen maximaal de studiefinanciering ophalen om daarmee te gaan beleggen, terwijl je dan weinig buffers hebt. Hè. Ja, dat zou niet onze aanbeveling zijn. Dat vinden we eigenlijk toch wel een zorgelijke ontwikkeling. Want ja, als het dan misgaat op de aandelenmarkt of bij de crypto's, wat zomaar zou kunnen, ja, dan blijf je natuurlijk wel met die schuld zitten. En ja, normatief zou je natuurlijk ook kunnen afvragen of de studiefinanciering hier nou helemaal voor bedoeld is. Goed, dan zitten we alweer in dat is een andere discussie. Maar je leert hier bijvoorbeeld op de faculteit dat als het rendement op het verwachte rendement op je aandelen hoger is dan de lening die je moet betalen, dat je het gewoon moet doen. Net present value is dan positief. Ja, maar er is wel een woord verwacht in volgens mij. En verwachtingen komen niet altijd uit. En als ik nu kijk naar de beurs, dan vind ik de beurs best wel hoog genoteerd. Mm-hmm. Dat hebben we ook eerder gesignaleerd, zeg maar, ook bij de publicatie van Trendzicht. Dus dan is het risico best wel groot dat als je nu instapt met in één keer, dat het dan ook fout afloopt. Hè. Dus wij zeggen, ik heb een collega, Jos Heuvelman, die zegt altijd als je in vlak voor de internetbubbel al je geld deed in World Online, dan ben je het allemaal kwijt. Als je al je geld deed in de beurs op dat moment, dan was je het ook nog kwijt. Had je het op dat moment langzaam ingelegd, over de tijd heen verspreid, dan had je nu toch nog wel een aardig vermogen opgebouwd. En dat is precies de vraag die wij stellen. Beleggen met geleend geld is natuurlijk wel een riskante business. Ja. En de vraag is of je dat kunt veroorloven. Kijk, als je
een suikeroom thuis hebt of hele rijke ouders die je uiteindelijk wel weer uit de bragger halen, ja, dan is het leven wel anders dan in andere gevallen. Maar de vraag is natuurlijk wel of je zo'n relatie dan met je ouders wil hebben. Dat kan ik natuurlijk niet intreden. De gouden tip is dus wel steeds een klein beetje inzetten. Ja, wij zijn heel saai, hè? Spreiden. Uitgaande van de gedachte dat je er geld aan wil overhouden. Hè? Dus niet het casino-model. Maar dan zeggen wij spreiden. Dus spreid het over titels, spreid het in de tijd, over regio's, over sectoren. En ja, val niet ten prooi aan de verleiding om de hele tijd naar je app te kijken. Want jullie beleggen waarschijnlijk via een beleggingsapp. En daar dan ook nog op te handelen. Hè? Dus, en de risico dat als je kijkt dat je dan gaat handelen is best wel groot. Ja. Ja. We komen zo weer terug op execution only platforms waar we uitgebreid over gaan praten. Maar we willen eerst weer terugkomen op de AFM. Want als we over de AFM praten is dat wel met andere mensen wel een onduidelijk beeld wat ze precies doen. En waarom zo'n grote organisatie zo'n mooi kantoor heeft aan de Vijzelgracht. Dus in een notendop, waarom is de AFM zo'n belangrijke organisatie? Laat ik beginnen met te zeggen dat we het pand aan de Vijzelgracht huren. Enkele verdiepingen, dus anders dan de Nederlandse Bank. De AFM is 20 jaar, volgend jaar 20 jaar jong. En we zijn de gedragstoezichthouder. Dus we kijken naar hoe mensen zich op de financiële markten gedragen. Ons doel is bij te dragen aan duurzaam financieel welzijn en eerlijke en transparante markten. En dat doen we op een aantal terreinen. Dus allereerst kijken we naar de financiële dienstverlening. En dan is het belangrijk, die producten die alle consumenten krijgen, hypotheken, krediet, worden die eigenlijk met eerlijke voorlichting verkocht. En wordt ook voorkomen dat mensen aan de verleiding van te veel krediet opnemen toegeven. Dus dat is zeg maar waar we daarnaar kijken, naar het gedrag van banken en verzekeraars en pensioenfondsen, of die met klantbelang centraal, zoals wij dat al verheven noemen, hun activiteiten ondernemen. Daarnaast kijken we naar de asset managers. We hebben natuurlijk in Nederland heel veel pensioengeld. Dat moet worden geïnvesteerd. Dat wordt gedaan door asset managers. Maar doen zij dat ook op een verantwoorde wijze? Zijn die fondsen goed gerund? Is helder van wie de assets zijn die ze dan beheren? En als er dan een run is, zoals we bij COVID hebben gehad, blijven die fondsen dan nog staan of ontstaat er dan gedoe? Hoe houden jullie die toezicht in de praktijk, zeg maar, van dag tot dag? Ik ben pas twee dingen ver. We doen vier dingen. Oh, sorry. Wil je die andere twee ook nog doen? Graag. Want als je zegt we zijn onbekend, dan worden we niet bekend. Overslaat. Gaat de gang. Het derde wat we doen is toezicht houden op accountants en op financiële jaarverslaggeving. Ja. Het is belangrijk dat als bedrijven aan de aandelenbeurs genoteerd zijn, dat de informatie die daarover wordt verstrekt door henzelf, dat ook klopt. En dan kijken we op beide manieren, zij zelf moeten dat natuurlijk doen, daar kijken we naar. En vervolgens kijken accountants daar ook naar. En dan kijken we of accountants dat op een verantwoorde wijze doen. En het laatste wat we doen, en dat zit dichter tegen misschien jullie eigenlijk hobby aan, is toezicht op de kapitaalmarkten. En dan hadden wij toezicht op platforms. Om te kijken of die platforms ook stabiel zijn. Hè? Want het zijn natuurlijk eigenlijk IT-bedrijven. Of als er dan een enorme hoos is aan handel, klappen ze dan om. En we kijken naar marktmisbruik en handel met voorkennis. Dus dat zijn de vier dingen die wij, de vier velden die we bestrijken. Ja, en dan de vraag, is dat dan in de praktijk? Hoe doet u dat? Nou, voor een deel, dat doen we heel wisselend. Hè? Dus we hebben verschillende instrumenten. Maar het begint natuurlijk met te zeggen, waar zijn nou de risico's? Hè? Dus dat is onze eerste vraag. Dus we kijken naar buiten en kijken van, waar zijn nou de risico's? Nou, een van de risico's zou natuurlijk kunnen zijn dat een broker, dus iemand die beleggingen beheert, dat eigenlijk een beetje een loesje figuur is, die je geld dan inpakt. Dus een van de manieren om daar wat aan te doen, en dat heeft ook de wetgever gedaan, die heeft gezegd, wil je zo'n beleggingsinstelling starten, dan moet je wel een vergunning kijken. En dan kijken we soms naar of die personen die vergunning beheren, die dan daar actief worden, de beleidsbepalers in jargon, of dat wel betrouwbare mensen zijn, of dat mensen zijn waar toch een geurtje aan is. Hè? Dus niet betrouwbaar of niet capabel of niet integer. Dus dat is één manier waarop we naar kijken. Dus vergunningverlening is een activiteit die we doen. Maar een andere activiteit die we doen is dat we zeggen, om in datzelfde terrein te blijven, er komt nieuwe wetgeving aan op de sector. En we moeten zorgen dat die sector die wetgeving goed implementeert. En dan gaan we aan hen van tevoren uitleggen, kijk, dit is de wetgeving, bijvoorbeeld duurzaamheidswetgeving, die komt er nu aan. Weet dit, dus dan lichten we, en dat doen we aan voorlichting, weet dit. Je moet het ook zo interpreteren. En vervolgens gaan we dan kijken, doen ze het ook?
Dus die duurzaamheidswetgeving die van kracht is geweest voor de asset managers, hebben eerst gezegd van, goh, nou, dit komt eraan, hebben we ronde tafels voor gedaan. Vervolgens hebben we gezegd, nou, u moest er nu aan voldoen. Hebben we gewoon uitvraag gedaan, dat is dan de activiteit die we doen, uitvraag gedaan en gekeken, nou, hebben ze die wetgeving nou goed toegepast? En vervolgens hebben we gezegd, nou, dit en dit en dit ging goed. Dit is nog niet helemaal goed en daar maken we dan een verslag over. En dat geven we dan terug aan de sector. Omdat dit nieuwe wetgeving is, hebben we gezegd, nou, we geven het nu zo terug. Als het hele oude, bekende wetgeving is en mensen zijn dan, doen het niet goed, ja, dan kunnen we ook zeggen, het moment is daar voor handhaving. Ja, dus en kunnen, wat voor middelen heeft u dan, pressiemiddelen? Nou, we kunnen vergunningen intrekken. En gewoon zeggen, nou, je bent toch gewoon loesje, vergunning gaat naar binnen. Helaas. Maar we kunnen ook last onder dwangsom doen. Je moet je aanpassen in je gedrag. En als je dat niet doet, dan krijgen wij geld. Of we kunnen zelfs een boete opleggen. En dat is ook vergelijkbaar. Als u heeft iets stouts gedaan en ook al doet u het nu braaf, we zijn zo boos, boete. Ja. Ja, en dit is wel een beetje waar wij over gaan. En wij zijn niet van het gevang, zeg ik toch maar even praktisch. Dus. Ja. De markt verandert natuurlijk de laatste tijd heel veel. Digitalisering, allemaal trends die ook in Trendsticht 2022 staan. En dan vraag ik me toch een beetje af, je had net ook over dat proactief beleid van de duurzaamheidswet komen eraan. Dus we gaan van tevoren al ermee aan de slag. Is het beleid wat normaal gesproken wordt gevoerd voornamelijk proactief of wel reactionair? Nou, reactief, denk ik. Nee, ik denk, we hebben een soort mix. Dus jullie zeggen er zijn heel veel mensen, maar bij mij vinden mensen dat ze toch heel druk hebben met al het werk wat ze moeten doen. Dus ze moeten een beetje kiezen. En dat kiezen doen we zeg maar met een oog op met de risico's. Maar het doen van die vergunningen zijn, als je de stoute jongens buiten, of meisjes, buiten houdt, dan kun je natuurlijk, ja, dan hoef je later heel veel minder werk te verrichten in het vervolgtraject. Hè. Dus dat is zeg maar hoe we een beetje de keuzes maken. Maar ik weet niet zeker of dat precies het antwoord is wat je zoekt. Dus we zoeken het een beetje uit. We zijn proactief als er iets nieuws aankomt en we denken, nou, we leggen het uit, hè, want dan hoeven we later minder werk te verrichten. Maar bij sommige dingen, ja, bij beleggingsinstellingen, we kijken gewoon rond of er iets gebeurt. Dan krijgen we signalen, dat is een andere manier waarop we in actie komen. Mensen bellen naar de AFM. Ik krijg geen antwoord van, ik heb hier belegd en ik krijg geen antwoord. Hoe zit dat? En dan gaan wij kijken, is er wat met dat bedrijf aan de hand? En dan gaan we daar vervolgens, en als dat dan moet, kunnen we daar handhavend op optreden. Iets bijvoorbeeld bij de nieuwe flitshandelkantoren, daar gebeurt heel veel, er zijn heel veel transacties. Hoe houdt u daar dan toezicht op? Nou, daar hebben we natuurlijk gewoon overleg over. We vragen aan hen van, want zij werken natuurlijk heel veel met algoritmes en met platforms. En dan hebben we dan meer een OPIT-achtige toezicht. Hè. Dus ze moeten een vergunning krijgen. Dus we kijken van, zijn er ook capabele mensen in dienst? En vervolgens hebben we een gesprek met hen over van, nou, hoe doe je je handel? Welke algoritmes heb je? Welke voorzorgen heb je daarover? En nou ja, dat is meer een operational IT-achtige aanpak die we dan daar kiezen. Dus dat is wat we doen hangt heel erg af van dat deel van de sector waar we toezicht op houden. Of we geven aan van tevoren. Wij verwachten dat je dit soort tests doet. Hè, voordat je je algoritme loslaat op de samenleving. Verwachten we dat je dit soort tests hebt gedaan. En daar kunnen we dan vervolgens ook weer op controleren. Of ze dat ook hebben gedaan. Ja. Dus dat is een beetje, dat heet beheerste bedrijfsvoering in ons jargon. Hè. Dus je kunt kijken, zijn het de goede mensen die mogen beginnen? En vervolgens ga je kijken, is een bedrijfsvoering beheerst? En dat is bij het ene bedrijf natuurlijk anders. Het is bij een financieel dienstverlener in het winkelcentrum natuurlijk anders dan bij een flitshandelaar. Ja, zeker. Ja. Dat komt me ook afvragen, de vlucht van bedrijven. Want bijvoorbeeld de Giro afgelopen jaar, die heeft een boete opgelegd gekregen. En die is in principe verhuisd naar Duitsland. Waardoor ze nu niet op veel gebieden niet meer direct onder het AFM vallen. Is dat een trend van omdat je in de Europese markt mag fungeren op verschillende locaties in andere markten ook mag optreden? Komt dan een beetje de effectiviteit van toezicht, glipt dat nu een beetje door de vingers heen? Ja, dat is een grappige vraag die je stelt, omdat dat wel ook een van de puzzels is voor ons. Kijk, aan de ene kant zeggen we, ja, er is een Europese kapitaalmarkt en er is specialisatie. En het is in theorie prima dat jullie ook kunnen handelen met brokers die in het buitenland gevestigd zijn. En die zijn ook onder toezicht, hè, want dan is, als je de Giro hebt, dan is BaFin is de toezichthouder. Aan de andere kant is, als ik het andersom doe, wij hebben natuurlijk ook instellingen die in het buitenland acteren. En ja, hoe goed hebben wij nou precies door wat die instellingen nou precies doen in dat buitenland? Dus we hebben wel een discussie ook in internationaal verband, hè, want de AFM is natuurlijk een nationale instelling, maar we zitten natuurlijk allemaal in een soort vereniging van toezichthouders.
over van ja, hoe zorgen we nou dat zowel de home, hè, dus de home toezichthouder, dus de BaFin goed toezicht kan houden, maar dat signalen die wij hebben ook wel daar belanden. En dat ook het beschermen van de Nederlandse markt of de Nederlandse consument ja, niet weggeprioriteerd wordt in het totaal van de activiteiten. Dus dat is wel een uitdaging. Nou heeft de Giro nog een lokaal kantoor, dus niet, ze zijn niet helemaal aan ons zicht ontrokken. En we hebben ook toen de Giro naar Duitsland vertrok, hebben we ook aan de BaFin natuurlijk aan een warme overdracht gedaan. Dus we hebben gezegd van ja, hier zijn, ze komen nu naar jullie toe en dan weten, dit soort dossiers hebben we met hen gewisseld. Maar bijvoorbeeld bij de Giro, toen was er een, met de informatieverstrekking en privacy, over transactie, informatie over transactie, dat was een probleem, want dat hier de reguleringen scherper waren dan in Duitsland. Nou ja, dat is weer volgens mij een andere vraag. Dus de ene vraag is van, gaan ze weg? Hè? En dat kan om allerlei redenen zijn. Ze zijn overgenomen en dat bedrijf zegt dan van, nou ik vind het handiger om het allemaal in één geheel op een bepaalde manier te organiseren. En dat staat ze, vrij. Aan de andere kant is het zeker zo dat de Nederlandse politiek het belangrijk vindt om consumenten extra waarborgen te geven. Bijvoorbeeld in Nederland is het provisieverbod echt vrij breed uitgerold. Daar zijn wij persoonlijk ook voor, hè. Maar ja, dat is in het buitenland niet zo. En je kunt dan naar het buitenland toe bewegen als instelling. Dus er is, in die zin is het natuurlijk het. In een open markt is hele uiteenlopende toezichtstoepassing is wel, ja, dat kan natuurlijk tot bewegingen leiden. Ja. Maar is daar richting een convergentie aan het gaan op de Europese markt? Dat er nog meer is de samenwerking niveau omhoog aan het gaan tussen de toezichthouders? Ja, dat is wel. Kijk, het is wel. Kijk, dat vind ik zelf het grappige als je toezicht beziet op de sector waar ik toezicht op hou. En bijvoorbeeld de Nederlandse Bank. In de Nederlandse Bank bij de banken is natuurlijk het prudentieel toezicht is echt in Frankfurt. Dus daar is de ECB, houdt toezicht op. Bij ons is dat niet zo. Wij houden allemaal zelf toezicht. Maar we hebben wel onderling contact over hoe je dat doet. En dat daar is in ESMA, dat is een Europese toezichthoudervereniging, zeg maar. En daar spreek je bijvoorbeeld over. Wat zien we als gemeenschappelijke risico's? Waar gaan we allemaal aandacht aan besteden? We doen ook aan peer reviews, hè, en peer learning. Dat we bij elkaar kijken. Ja, hoe doe jij dat nou bij cross-border toezicht? En dat systemen waarbij je meer onderling vergelijkt. En van elkaar leert over hoe je dingen doet. En ook naar dezelfde type risico's gaat kijken. Ja, dat leidt wel tot iets meer. Ja, harmonisatie is niet goed geworden. Maar meer convergentie in het toezicht. En mijn collega Jos Heuvelman is ook voorzitter van een van deze clubs. Ja. Maar zou je dan de ESMA à la ECB, zou je dat als een positieve trend zien? Dat het een sterk instituut wordt? Nou, het is altijd goed als toezichthouders sterk zijn, denk ik. En ik denk dat ze sterk moeten zijn over de dingen waar ook internationaal de schaal is. Hè. Dus ik vind zelf dat als je. Hè, er is nu bijvoorbeeld discussie over toezicht op crypto's, hè, en met MiCAR. En ja, wij vinden het vanuit de AFM, samen met de Franse toezichthouder als enige geloof ik, dat toezicht eigenlijk, omdat het zo internationaal is, eigenlijk bij ESMA zou moeten belanden. Maar wat het gaat doen is dat het bij alle 27 lidstaten gaat belanden. Ja, dat vinden wij zelf analytisch niet heel logisch. Dus er zijn dingen waarvan wij zeggen, het is veel logischer dat je dat op internationaal niveau dat toezicht organiseert dan lokaal. Maar als het gaat over de dienstverlening aan individuele consumenten, in Nederland, hè, waar de taal ook nog heel belangrijk is, ja, dan is de vraag of alles op Europees niveau dan de meest handige manier is om daar goed toezicht op te houden. Ja, en dus je houdt toezicht op individuele spelers, maar tegelijkertijd heeft hij ook een systeemverantwoordelijkheid. Ja. Ja. Okay. Nou ja, wij houden eigenlijk vooral toezicht op het systeem. En als er dan een individuele instelling uit de pas loopt, ja, dan moeten we daar extra activiteit op verrichten. Oké, dus niet, begin niet bij individuen en daarmee hou je macro, zeg maar, het systeem in de gaten. Maar het is echt, begin bij het systeem. Ja, we beginnen te kijken, waar zijn de risico's? Ja. Dus een van de dingen die wij denken is van, door de bank genomen zijn mensen, overschatten mensen hun kredietwaardigheid. Dus ze zijn geneigd om tussen hen en dat huis toch te veel krediet te willen afsluiten. De grote hypotheek te willen afsluiten. Dus wat we hebben dan normen in Nederland afgesproken. En nou, dat is het eerste gesprek wat we hebben met de banken, dat ze dat moeten naleven. En vervolgens gaan we kijken, gaat dat goed? En als dan uiteindelijk blijkt dat de meeste banken het goed doen en eentje minder, dan gaan we met die bank die dat minder doet, gaan we vervolgens weer in gesprek. Dus dat is wel het werk. Maar als we bij beleggingsinstellingen, werken we natuurlijk heel vaak op signalen. Weet je, mensen zijn ontevreden over hun dienstverlening, zijn bang dat er iets mis is. Ja, dan gaan we niet de hele sector af. Ja, maar dan kijken we daar. Ja, er zijn 7000 financieel dienstverleners. Ja, die gaan we niet allemaal individueel af. Daar reageren we op algemene beelden. Ja,
Over die 7000 dienstverleners gesproken. Ja. Sinds de Brexit is de AEX, of in ieder geval Amsterdam, een grote financieel hub geworden. Ja. Ik zag een trend zich dat in augustus was per dag het meest verhandeld in Amsterdam. Is daar de verantwoordelijkheid van het AMF groter geworden, voor uw gevoel? Ja, dat denk ik zelf wel. Kijk, als je we houden natuurlijk toezicht op dat die platformen goed blijven performen. En dat is altijd, meestal gaat dat natuurlijk goed, hè, tot het niet goed gaat. En als het niet goed gaat buiten jouw landsgrens, ja, dan ben je heel ongelukkig. Maar is het wel het probleem van de daar wonende toezichthouder? En nu zijn een deel van die platformen in, ja, op ons grondgebied. En dan is dat natuurlijk, dan is dat wel onze verantwoordelijkheid dat dat goed gaat. Dus daarmee hebben we gewoon meer taak gekregen. En voel je daar ook meer verantwoordelijk voor. Ja, je bent ook een grotere speler op een gegeven moment als we met de Europese organisatie over toezicht. Dat overleg is van, is er ook wat meer macht achter of kracht achter statements vanuit het AMF? AFM. AFM. Maakt niet uit. Ik denk dat als mensen willen weten hoe het gaat op die obligatieplatformen, ja, dan kijken ze naar ons, want bij ons wordt er gehandeld. Wij zijn degene met de kennis. En als wij dan een standpunt hebben, gaan ze dat natuurlijk ook daar meer naar luisteren. Dus dat is denk ik wel wat er gebeurt. En het is natuurlijk ook zo, ja, er zijn in toezichtsland zijn er verschillende scholen. Mensen die meer van het handboek soldaten tick-the-box-achtig zijn en mensen die meer risicogeoriënteerd zijn en ook kijken naar gedragsaspecten. Ja, en daar zijn wij nu meer de woordvoerder van geworden dan in het verleden. Waren we het verleden ook, maar dan hadden we ook nog de Britten. Ja, dan waren we met z'n tweeën. En nu zijn wij, ja, zeg maar, meer de aanvoerder van dat kamp. Dus in die zin hebben wij meer, meer te zeggen gekregen. Als we nou even inzoomen op specifiek de AEX. We hebben gezien dat er toen COVID uitbrak een forse daling kwam, hoge volatiliteit. En daarna is het eigenlijk vrij snel, ja, omhoog gaan tot een record of een historisch hoogtepunt. Dat lijkt me best wel gek tijdens een globale gezondheidscrisis. Hoe kan dat nou? Ja, als ik dat kon uitleggen, dan was ik nu rijk, denk ik. Wij vinden dat wel zorgelijk, hè? Dus in het begin hebben we natuurlijk gezegd, kijk, dat die klapper was denk ik vrij begrijpelijk. Er was ook heel veel turnover op de markt, hè? Wij waren wel heel tevreden dat gewoon de markt goed is blijven functioneren toen. Ja. Dus dat was denk ik voor ons wel een opluchting om even het gevoel van een toezichthouder even over te brengen. Dat we dat was het toen ook heel stressvol op het kantoor? Of? Nou, niet stressvol op kantoor, zorgen. Maar het was natuurlijk wel. Nee, we hebben een surveillance room, hè, dus er zitten mensen in een hok en die kijken de hele tijd naar de schermen. Het lijkt net de markt. Over wat er gebeurt. Maar het is dan toch wel heel bevredigend om te zien dat die turnover gewoon gelukt is zonder dat een van die platformen omviel. En trouwens ook heel grappig om te zien dat bij Brexit is eigenlijk al die obligaties zijn van het een op het andere moment overgekomen uit het VK. En dat is ook vlijloos gegaan. Dus dat was denk ik daar. Als je vraagt naar de economische vraag over dit geheel. Ik heb heel lang gezegd, ja, het verschil tussen de AEX en de economie is natuurlijk van, ja, de AEX is natuurlijk niet een perfecte afspiegeling van de Nederlandse economie, want er zitten vooral techbedrijven in. Ja, en die techbedrijven hebben natuurlijk baat bij in zekere zin bij corona, want ja, we willen er allemaal in. En al het MKB, wat het zo zwaar heeft, dat zit er helemaal niet in, hè. Maar onder de hand is het natuurlijk toch wel vrij uitzonderlijk hoog geworden. En ja, ik heb zelf ik moest een beetje nadenken over hoe leg ik dat nu aan mensen uit. Dus ik had dat associatie van de uitbarsting bij La Palma, hè. Dat is een actieve vulkaan, het gros van de tijd zie je alleen maar een rookpluimpje. Ja, en zo voelt het ook. Niet elke actieve vulkaan barst uiteen. Ja. Dus dat hoop ik ook hier. Maar het is wel het idee dat je denkt, nou, er is onder de hand wel rook uit. Hij is wel actief. Maar die waarschuwing voor rook, die was er al in april van april vorig jaar. Een waarschuwing uit het persbericht van, er kan een bubbel aan zitten te komen. Nou, die is nog niet gebarsten, de vulkaan is nog niet gebarsten. Maar ziet u de tekenen groter worden? Of? Nou ja, wij zien, ik denk dat wij, kijk, wij zijn wel, wij zijn daar wel bezorgd over. Wij vinden wel dat er tekens zijn over verhitting, zeker in de Verenigde Staten, hè, als je naar de price-earnings ratios kijkt. Maar je ziet ook fenomenen als specs, hè, of SPACs, noemen we wel. Ja, dat zijn toch dingen die en een flinke leverage in waarmee mensen acteren. En dat zijn wel dingen waarvan je denkt, ja, dat zijn tekenen, hè, zonder dat ik nu kan zeggen, morgen halen we het maximum en daarna halen we de top en daarna gaan we naar beneden. Maar dat zijn wel tekenen waardoor je denkt, ja, er zijn tekenen van overwitting. En we zien natuurlijk ook de inflatie wat aantrekken. En ja, de monetaire autoriteiten zeggen ook, ja, is het blijvend, is het structureel incidenteel?
En wat betekent dat dan voor het rentebeleid? En dat kan natuurlijk ook gevolgen hebben voor de aandelenkoersen. Dus dat zijn wel dingen waar wij dan wel met enige zorg naar kijken. Waarom wij ook zeggen, als je wil instappen... Alarm. Als iemand via de nooduitgang gaat, dan gaat het alarm af. Dat is super. Er zijn ook draaideuren, maar goed. Blijkbaar snappen sommige mensen dan nog steeds. Ja. U noemde eigenwijs staan altijd de vak, toch? Ja. Vinden wij bij toezichthouders trouwens ook positief, zeg ik eerlijk. Ja? Ja, mensen moeten wel een beetje eigenwijs zijn, anders dan zie je nooit de rare dingen. Oké, ja, goed. U had het over SPECs. Kunt u dat even uitleggen wat het precies is voor PLIEK? Nou, een SPEC is eigenlijk de meest plastische formulering, is een zak geld bij elkaar gebracht. Die wordt genoteerd aan de aandelen, op de aandelenmarkt. En vervolgens met het doel om uiteindelijk met die zak geld een bedrijf over te nemen. Dat fenomeen bestaat. En het idee van sommige mensen is dat je dat geld er dan ook instopt, omdat je heel veel vertrouwen hebt in de mensen die dat hebben georganiseerd. En dat je denkt dat zij het hele goede neusje, het neusje van de zalm kunnen ontdekken in al die aanbiedingen die er zijn. Van die bedrijven die je zou willen overnemen. En aan de andere kant zijn er bedrijven die zeggen, nou ja, ik ben een bedrijf en ik wil eigenlijk wel aan de aandelenmarkt worden genoteerd. Maar ik vind dat een beetje eng, of ik ben er niet klaar voor. Dat is natuurlijk dan altijd een beetje de grote vraag. Hè? Want dan moet ik allemaal activiteiten ondernemen en heb ik daar wel zin in of tijd voor over. Maar dat kan ook zijn dat... Het kan ook zijn dat ze zeggen, ja, weet je, de koersen gaan zo. En als ik dan mijzelf op één moment wil aankondigen, dan ben ik helemaal afhankelijk van het sentiment van die dag. En dat vind ik griezelig. Dus je hebt ook een aantal bedrijven die zeggen, nou, ik wil eigenlijk wel de markt op. Maar ik vind dat hele IPO-traject in standaard vind ik een beetje griezelig. Nou, en dat leidt dan tot een huwelijk als het goed is. Hè? En voor ons is het natuurlijk van belang dat als mensen geld stoppen in die zak geld... Ja, dat doe je natuurlijk een beetje in den blinde. Ja, dat er waarde, je moet waarde achter zitten. Ja, en wij moeten toestemming geven voor het prospectus, zoals dat heet. Hè. Dus die mensen die dat plannetje maken, moeten zich bij ons melden. En dan kijken we daarnaar. En dan vinden wij het altijd heel, heel belangrijk dat mensen, als er gestemd wordt over het overnameobject, dat als jij dan nee hebt gestemd, dat je daar... dan ook nog uit kunt. Dus dat jij kunt zeggen, ik heb dat geld wel gegeven, maar ik heb geen vertrouwen in dit bizarre bedrijf. Ik wil eruit en dat dan ook kan. Dus dat vinden wij heel belangrijk. En het andere wat we heel belangrijk vinden, is dat degene die het organiseren, dat die ook op het moment dat de overname is geweest, dat ze er dan nog even in blijven. Want ja, je mag die zak geld voor een bepaalde periode hebben en je bent natuurlijk de hele tijd op zoek naar dit perfecte bedrijf. Nou, is dat perfecte bedrijf heb je niet gevonden, maar je hebt wel allemaal tijd besteed en dus ook geld uitgeven, aan het vinden van dat bedrijf. Dus op een gegeven moment denk je, nou ja, dan maar geen 10, maar een 9 of een 5,5. Dat is natuurlijk, en om dat moment te vermijden, vinden wij het zelf ook altijd belangrijk dat bedrijven, dat de organisatoren ook nog een tijdje bij de bedrijf blijven op het moment dat ze de overname doen. Vindt u dit dan beleggen of speculeren? Of een huwelijk tussen de twee? Nou, kijk, volgens mij als je er individueel instapt en je kunt er ook weer uit, dan denk ik dat je uiteindelijk ook gewoon zegt, dit is een goede belegging. En je zou dat ook kunnen zien als een manier van, nou, ik kan het bij een broker beleggen of kan me laten aanbevelen en nu besteed ik dat zo uit. Je kunt natuurlijk ook zeggen, ja, je stapt er wel in op goed vertrouwen. En als je er dan niet uitstapt, want er nooit meer naar kijkt, ja, dan heb je toch vooral gespeculeerd. Dus, ligt aan de uitkomst. Maar, ja, nou ja, volgens mij met welke manier je er zelf instapt als persoon met geld, zeg ik dan maar. Ja, even terug. We begonnen dit met de waarschuwing voor een bubbel. Hoe voorzichtig zijn jullie met bubbels? Want je kan, als je te vroeg bent, heeft het niet echt veel zin. Te laat bent, heeft helemaal geen zin. Te vaak wordt het niet meer serieus genomen. Hoe gaan jullie daarmee om? Nou ja, ik denk wat wij kunnen niet, wij gaan niet over de markt. Hè. Dus het enige wat wij kunnen is proberen een goede analyse te doen en mensen te wijzen op de verschijnselen die wij zien. En daar dan aandacht voor te vragen. En meer dan dat kunnen wij niet doen. We kunnen natuurlijk ook wel testen, zeg maar, of wij Cassandra zijn en het altijd zeggen en gelijk hebben. Ja. Maar ja, niet gehoord worden, dat wil je natuurlijk proberen te voorkomen. Ja.
Maar we proberen, ja, of dat we het gewoon verkeerd zien. Hè. Dus daarom hebben we ook wel gesprekken met partijen. En ook met academen en met collega-toezichthouders. Van, goh, zien jullie dat ook zo? Dus ja, dat is een beetje zoals we dat doen. Maar dat is, kijk, als je geen reden hebt voor zorg, moet je niet zorgelijk doen. Er zijn genoeg redenen om dingen om zorgelijk over te zijn als toezichthouder. Dus daar hoef je niet naar op zoek. Maar als je dit nu ziet, dan denk je wel van ja, zeker ook in combinatie met aantrekkende inflatie en ja, met de potentiële implicaties voor de rente, is dat wel iets waar wij aandacht voor vragen. En ik heb niet het idee dat wij helemaal uniek zijn hoor, in die zorgen, als ik eerlijk ben. Nee, maar het lijkt me wel heel lastig om het moment te timen. Ja, ik ben niet bezig met het winnen van de prijs van de perfect getimede waarschuwing. Wij doen onze analyses en wij doen onze uitspraken. En wij vragen aandacht voor dingen en mensen moeten daar dan hun voordeel mee doen. En ja, een van de dingen wat ik al zei, een van de dingen om jezelf een beetje te beschermen tegen dat soort dingen. Spreiden, tegen dat spreiden, soort, is ja, spreiden, spreiden, spreiden. En ook als je een huis koopt, want dan kun je ook zeggen van er zijn tekenen van oververhitting. Ja, weet je, steek je nou niet tot je kruin in de schulden om dat te doen. Ook al vind je dat huis dan heel aantrekkelijk en wil je heel graag bij je ouders weg. Hè? Ja, ja. Ik denk dat het tijd is voor wat publieksvragen. Dus wie een vraag heeft, zou de hand omhoog kunnen steken en dan loopt... Leonie, kom naar je Leonie, toe. Met de microfoon. De meneer, oh, jongen Martina. Hier. Oh, Martina. In de witte shirt. Hoi, ik ben Abe. U heeft het eerder gehad over risico's. En voor mij op de financiële markten is denk ik de Chinese economie op dit moment een vrij groot risico. Je hebt natuurlijk Evergrande, wat op de rand van de afgrond staat. Maar volgens mij zit het rot in de bankensector misschien wel wat dieper. Ik vraag me af hoe u hier naar kijkt en of dit ook een risico is voor beleggers hier in Europa. Nou ja, laat ik zeggen dat de ontwikkeling van de Chinese economie is een... zonder dat ik... laat ik bij voorhand zeggen dat ik niet heb doorgelicht op de Chinese economie. Wij noemen het wel in trendzicht als een van de onderwerpen waar we zorgelijk over zijn. Evergrande of sowieso de vastgoedsector in China... De andere kant is wel dat op sommige punten de Chinese economie nog wel wat, ja, nog wat ruimte heeft om... de Chinese overheid heeft nog wel ruimte budgetair om er tegen in te opereren. Dus dat zou zeg maar een reden zijn om wat minder bezorgd te zijn. Maar als de Chinese economie echt een flinke tik zou krijgen, gaat dat natuurlijk wel door de rest van de wereldeconomie heen vibreren. Maar ik denk het directe effect van Evergrande op de belegger is denk ik overzichtelijker. Het is meer van als Evergrande zeg maar de Chinese economie verder zeg maar omlaag zou trekken en de Chinese overheid daar uiteindelijk geen grip op zou kunnen krijgen. En tot op heden ben ik eigenlijk altijd wel, heb ik altijd wel de indruk dat de Chinese overheid daar toch nog wel zijn weg in heeft weten te vinden. Maar ik geef ook eerlijk toe dat het lezen van de Chinese economie en vooral hun cijfers... Nou ja, dat is wel een uitdagende. Dus dat kan me nog wel herinneren in mijn CPB-tijd dat mensen dan meer keken naar hoeveel energie er werd gebruikt dan de officiële statistieken van de Chinese economie. Oké, okay. Ja. Daarnaast was er nog een vraag. Hier in de blue sweater. Hier, ja. Hallo, ik ben Jacob. U had het over de hypotheken en het risico dat mensen daarmee kunnen lopen. Ja. En sinds de vorige crisis mag je maar een kleine percentage van je huiswaarde lenen. Maar de huiswaarden gaan enorm omhoog. Is die regelgeving niet achterhaald? Moet er misschien meer regelgeving komen op je jaarsalaris in plaats van de waarde van je huis op dat moment? Nou, er is een goede vraag. Overigens zouden menig economen het antwoord geven waar je niet op hoopt. Namelijk dat het verder naar beneden moet. Want de gedachte is denk ik dat, of een van de manieren waarop wij dan naar kijken, is dat het aanbod van huizen is relatief stabiel. Hè? Dus zo. En de vraag stijgt. En op het moment dat je meer vraag doet, dan gaat er aan dat aanbod, gebeurt er in Nederland niet zo heel veel, want dat is helemaal geregeerd door ruimtelijke ordeningregels. En gaat in ieder geval ook heel erg vertraagd. Dus als je daar veel meer mogelijkheden tot vraaguitoefening toevoegt, hè? Dus als de vraag kan stijgen en het aanbod blijft hetzelfde, gaat alleen de prijs omhoog. Dus als je deze redenatie volgt, dus de manier om de prijs naar beneden te krijgen, is te zeggen dat mensen minder kunnen lenen. Dus dat je eigenlijk de LTV, dus loan to value, zou moeten verlagen.
Dat is op zichzelf, is het waar dat in Nederland de loan-to-value is verlaagd van 120 naar 100? En trouwens weer een beetje omhoog als je dan gaat verduurzamen. Maar iedereen in het buitenland, die vindt echt dit, hè? Die zegt, want daar is 90% al heel veel. Dus die zeggen, je zou dat eigenlijk naar beneden moeten. Als je zegt, van ik wil eigenlijk de huizenprijsstijgingen remmen, of in ieder geval de uitslagen remmen, dan ben ik het wel met je eens dat je beter kunt kijken naar het loan to income. Hè? Dus hoeveel kan je betalen? En om de simpele reden dat als de waarde stijgt van al die huizen, dan gaat die loan to value, dat kan makkelijker omhoog gaan dan wanneer want je inkomen stijgt veel minder snel. Dus ja, je gaat veel minder extra leenkracht krijgen als je een loan to income ratio kiest dan wanneer je een loan to value ratio kiest. Ik denk voor beide, als je internationaal kijkt, zouden ze tegen beide zeggen, dat moet in Nederland naar beneden. Want dat is eigenlijk, die zijn in Nederland eigenlijk te hoog. Dus dat zou daar de route zijn. Ik denk overigens dat de meeste mensen in de zaal denken, maar ik wil dat huis toch hebben. Dus wat mij betreft gaat dat omhoog. En het gevolg daarvan is dat op het moment dat jij net iets meer kunt lenen en dus net iets hogere prijs kunt betalen, betekent dat al die huizenprijzen verder stijgen. En ja, dan ben je uiteindelijk, op de korte termijn lijkt dat voor het individu aantrekkelijk, maar op de lange termijn voor, ja, alle studenten of alle nieuwe toetreders eigenlijk onaantrekkelijk. Dankjewel, duidelijk antwoord. Fijne vragen. Ja. We hebben zo meer tijd voor andere vragen. We komen weer terug waar we in het begin begonnen zijn met het publiek dat heel veel belegt. En dat gaat in principe, als ik zo moet gokken, via execution-only platforms. Dat is de afgelopen jaren explosief gegroeid. Wat vindt u dan, wat vindt u zelf van deze trend, van de groei van deze platforms? Misschien kunnen we eerst even de term definiëren. Oh ja. Want ik denk dat niet iedereen de term kent, maar wel de platforms kent. Oh ja, execution only beleggen. Ik ben waarschijnlijk een groter expert erop. Execution only beleggen betekent gewoon dat je zelf kunt handelen met de Giro of met anderen. In plaats van dat je naar je bank gaat en dan hen vraagt om voor jou je vermogen te beheren. Of aan de bank zelf een opdracht geeft om je om aandelen te kopen en dergelijke. Dus je bent gewoon zelf, het is eigenlijk gewoon vrij normaal, zo bij alle andere dingen die je ook hebt bij de banken, dat je dat gewoon zelf kunt regelen. Eigenlijk vind ik dat, in zekere zin is dat natuurlijk een positieve ontwikkeling. Hè? Want mijn collega kan nog vertellen over dat je vroeger 100 euro per transactie kostte voordat, als je dan iets wilde handelen. Dus met deze opties is het veel goedkoper geworden en ook toegankelijker voor mensen die niet alleen maar puissantrijk zijn, hè, maar gewoon ook voor de kleinere belegger. En dat vinden wij op zichzelf positief. Wat we dan wel belangrijk vinden is dat je met execution only natuurlijk verstandig belegt. Althans, zolang dat niet het gokje is in plaats van het bezoek aan het casino. Dat je dat verstandig doet en vooral ook dat die execution only platforms je niet verleiden om toe te geven aan zwakheden die we allemaal hebben. Gamification. Nou, in ieder geval, wij weten niet wat ze doen, dus dat is precies wat we hebben gekeken is van vertonigen, wie zit er eigenlijk op die platforms? Hè? Want we moeten eerst zien, begrijpen en dan pas toeslaan. Hè? Dus dat is een beetje we proberen onszelf niet gelijk jumping to conclusions te doen. Dus we hebben eerst gekeken, wat doen mensen? Nou, en dan zien we dat heel veel mensen beleggen verstandig of slim, maar niet iedereen. En bijvoorbeeld als mensen veel in riskante producten beleggen, ja, dan is voor ons wel de vraag, waar komt dat nou door? En dat is, dus we hebben eerst gekeken, komt dat nou voor? Nou, we hebben gezegd ja, en dus gaan we volgend jaar kijken over, waar komt dat nou voor? Nou, hele simpele dingen die zouden kunnen, zoals je het schermpje krijgt van je broker, dat dan de meest riskante belegging bovenaan staat. Mensen zijn geneigd om van boven naar beneden te gaan, dat is nou helemaal gedragsneiging. He, om dan, nou, daar kun je wel een gesprek over hebben met zo'n broker. Is dit nou met klantbelang centraal zo vormgegeven of zou je dat eigenlijk op een andere manier moeten doen? Nou, ik weet niet hoeveel mensen gaan handelen omdat ze zo'n regen over zich heen krijgen of heel veel likes krijgen. Maar dat is natuurlijk toch een vraag die bij ons wel, als bedrijven daar wel op inzetten. Dat is wel de vraag. En dan gaan mensen vaker handelen dan gewenst is. Dat vinden we ook niet klantbelang centraal. Dus daar kijken we naar. Daar willen we wel naar gaan kijken of dat voorkomt en in welke mate. En wat we daar dan in het gesprek met de brokers over kunnen doen. Dus is execution only een goede ontwikkeling? Ja, want het is goedkoop en toegankelijk voor iedereen. Maar mensen moeten niet door die execution only platforms worden verleid door het doen van dingen die eigenlijk niet verstandig zijn. En waarvan de aanbieder ook weet dat dat niet met klantbelang centraal je dat zo vormgeeft, maar dat je dat zo vormgeeft omdat jij daar lekker veel geld aan verdient. En dat vinden wij dan niet passend. Maar dan vraag ik me dan af, in dat onderzoek, wat een trend zegt tot 34%, als ik me kon herinneren, suboptimaal beleggen via execution-only platforms. Maar hoe staat dat dan in verhouding met mensen die wel naar de broker gaan? Want ik neem aan dat dat niet allemaal 100%
optimaal is. Is dat een gigantisch verschil? Nou, dat weet ik eerlijk gezegd niet uit het hoofd. Maar ik vind zeg maar 34% niet optimaal beleggen is zorgelijk. Hè? En als dat komt omdat mensen daartoe worden verleid, dan vinden we dat zeker. Dan vinden we dat we daar met de broker wat over moeten doen. Wij hebben verder natuurlijk toezicht over als mensen naar een vermogensbeheerder in dienst hebben of aanstellen. Daar hebben we natuurlijk ook gesprekken over. Maar dan is eigenlijk die vermogensbeheerder, die moet dan uitvragen doen. Oh, hè, een enorme waslijst. Ik heb hem laatst nog gezien. Met allemaal dingen die je dan moet beantwoorden over voor welk doel en hoeveel risicopreferentie. Nou ja, ik ga zo'n hele waslijst door. En dan gaat die vermogensbelegger vervolgens daarmee aan de slag. En als je je natuurlijk individueel meldt bij je bank voor zeggen van dit ene aandeel, ja, dan zijn ze gewoon, ja, dan handelen ze dat gewoon voor jou af. Hè. Dus dat, en dan kan de bank het ook niet bekijken of je dat, ja, of dat in verstandig is of niet. Hè. En dat kan dan ook niet van hem gevraagd worden. Maar bij dat execution only, hè, omdat je mensen gewoon naar een heel klein schermpje kijken en dan gewoon gaan klikken, nou, dan kunnen ze wel worden verleid tot verkeerde kliks. Althans, dat willen we checken. En dat vinden we wel belangrijk. Ik denk dat we het meest bezorgd zijn over de groep, de 12% mensen die onverstandig of niet slim belegd met geld wat je eigenlijk nodig hebt voor als je buffertje of omdat je bijvoorbeeld spaart voor je pensioen. Ja. Dus daar hebben we het meest op ingezoomd en nou, daar zijn we bezorgd over. En we zijn bezorgd over, we willen kijken of mensen tot die beleggingsfouten worden verleid door die bedrijven. Ja, en dat is onze invalshoek. Een andere invalshoek waar we overigens ook naar kijken, een beetje geïnspireerd door de ervaringen bij corona, is over wat is de rol van finfluencers? Ik weet niet of jullie daar nog belangstelling voor hebben, maar hè, dat is natuurlijk ook de vraag die bij ons dan kruipt. Hè? Want we hebben allemaal afspraken in Nederland gemaakt dat als een broker producten wil aanbieden, hè, dat, je, nou, dat die aanbieder of die personen die daar dan intermediair in zijn, ja, die dat doen met de klantbelang centraal. En daar mag je geen provisie voor verstrekken. Ja, wat is nou precies het businessmodel van deze finfluencers? Ze zullen het niet alleen maar doen omdat ze het leuk vinden op, hè, maar ze zullen er ook wel iets van geld aan verdienen. Maar gebeurt dat dan eigenlijk op een manier die past binnen de regels? Hè, want brokers mogen daar geen provisie voor aanbieden. Of, ja, of worden daar toch de grenzen van het net verkend? En andersom, voor finfluencers zelf geldt, hè, iedereen mag, ik heb het in Nederland regels voor aanbevelingen doen. Als je een aanbeveling doet en je wordt gesponsord door een bedrijf, dan moet je dat in Nederland ook zeggen. Maar staat dat altijd bij die finfluencers op de site? Hè? Dus nou, dit is een nieuw terrein waar wij naar kijken en ja, waarvan wij vermoeden dat nog niet iedereen de regels helemaal al geïnternaliseerd heeft. Laat ik het dan maar zo formuleren. Dus daar moeten we dan wat, dat gaan we nu checken. Dat was onze hypothese, misschien niet helemaal geïnternaliseerd. Dus daar kijken we nu naar en als dat dan niet zo is, dan gaan we... Ja, dan gaan we daar over het gesprek aan. En als mensen dan hardleers zijn, dan kunnen we weer nadenken over volgende stappen. Ja, dus influencers zijn dus mensen die op social media zitten, Instagram, TikTok, Twitter. Ja, Instagram Twitter. Schijnt vooral. Instagram, ja. Oké. En die geven dan dus beleggingstips, maar die worden dus soms ook betaald door beleggingsplatforms. Ja, of die zeggen dan, ik heb weer leuk geld verdiend en ik ben zo blij met mijn beleggingsapp X. En als dan die beleggingsapp X ze daar... als je ook wil weten hoe het zit, dan klik hier. Ja. Of kan je even naar mijn website. En uiteindelijk eindig jij dan ook bij beleggingsbedrijf X. Ja. En als dat dan gebeurt, dan kan... Nou, dan is natuurlijk de vraag, is dit allemaal liefdewerk oud papier? Waarschijnlijk niet. Opvallende hypothese, hè? Ja. Of niet. En als dat niet zo is... Ja, hoe gaat dat dan? Krijgen mensen dan per klant betaald of niet? En als dat per klant is, dan is dat in ieder geval wel op gespannen voet met het provisieverbod. Dus dan is wel de vraag, ja, wat doet die broker daar nou precies? Hè? Dus daar zijn we naar aan het kijken. Ja. Maar ook wel als je zegt, nou, ik ben dol op aandeel X en dat is zo goed. Hè, dat je bent door aandeel X ook betaald. Dan moet je natuurlijk wel zeggen, en je hebt dus ook baat bij om dat omhoog te praten bijvoorbeeld. Er zijn Amerikaanse voorbeelden, denk ik, op dit terrein te verzinnen. Ja, zullen we daar even op ingaan? Dan moet je in ieder geval dat openbaren. En de vraag is ook of je niet alleen moet openbaren dat je er belang bij hebt. Of dat je zelf zou moeten zeggen, ja, dit lijkt toch wel op... Precies, deze man, iedereen kent wel Elon Musk hier. Die heeft wel vaker van zulke Twitter-acties die ineens zegt van... Je kan Tesla's kopen met bitcoins, prijs gaat omhoog. En twee weken later zegt toch weer niet. Gaat weer naar beneden. En ik vond het vooral schrikbarend dit weekend. Zelf had hij een tweet gepost met... stem, ja of nee, moet ik 10% van mijn totale aandelenportfolio aan Tesla verkopen? Ja, maken. En dat is 15, was een geschatte waarde van 15 miljard of zo. En al maandag ging de waarde van Tesla 7% naar beneden.
Wordt dat ook besproken op het AFM bij het koffiezetapparaat? Zulke acties van... Nou, dit zijn natuurlijk wel onderwerpen waar wij met een zekere verrassing naar kijken. En ook van, ja, dit gebeurt natuurlijk in de Verenigde Staten. Maar wel van, ja, wat betekent dat voor ons? Hè? Dus even, we hebben voor het voorjaar natuurlijk ook de GameStop gehad bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat was natuurlijk ook een heel spannende iets. Hè? We hebben ook Nederlanders in belegd overigens. Ja. Maar dat was voor ons natuurlijk, wij zien dat dan als een beetje als brand bij de buren. Dat je dan denkt, oké, dit gebeurt daar. Laten we ook eens kijken wat dat zou betekenen voor ons. He, wat voor risico's hebben wij, wat voor wetgeving waar je dan tegenaan loopt. En was ook wel een van de redenen waarom we nog eens extra zijn gaan kijken naar die finfluencers bijvoorbeeld. He, je toch denkt van, ja. Dit fenomeen, dat komt toch meer voor dan je had, dan we op dat moment helemaal scherp hadden. En dan gaan we toch daar verder op door. Maar ik vind dit wel, ik ga niet over het beleid van de SEC, he, maar... Ja, ik denk dat wij in Nederland daar toch wel... dit zou bij ons wel aanleiding zijn om eens te kijken wat hier eigenlijk echt gebeurt. En de aanleiding voor een onderzoek is natuurlijk niet hetzelfde als een handhavingsactie, maar wel dat je toch denkt, oh, wat gebeurt daar nou precies? Ja. Ik denk dat van Elon Musk naar crypto een mooie transitie is. Daar wil ik het ook nog even over hebben. Ja, want als AFM, we hadden het net ook over, staat u redelijk kritisch in over crypto. Vaak wordt niet investeren genoeg, maar speculeren erover. Maar als ik er dan zo naar kijk, naar bijvoorbeeld zo'n blockchain, waar je alle transacties op terug kan kijken, alle eigenaren op terug kan kijken, staat gewoon heel veel informatie in. Wat ik denk van als toezichthouder, denk je van, nou, daar ben je heel blij mee. Zit er daar geen mogelijkheden in om te denken van, dat kan nou echt profijt hebben in het toezichthouden? Nou, laat ik er twee dingen over zeggen. Misschien nog, aan de ene kant is het zo dat de financiële sector wordt steeds meer data gedreven. En dat doen wij zelf als toezichthouder ook. Een van de dingen die daar dan... Want ik zei, aan het begin was er zo'n vraag over hoe houden jullie toezicht. Hè? Nou heb ik een aantal levendige voorbeelden gedaan. Maar een van de dingen is ook gewoon heel veel data binnenhalen. Ja. En ze dan door het analysekader halen. Hè? Dus daar heel veel data analytics op loslaten. Bij de blockchain is natuurlijk de vraag of als er een blockchain als techniek zeg maar meer wordt uitgerold. Nou, dan kan dat interessante veranderingen in de sector opleveren. Maar ook de vraag opleveren of wij daar zelf als toezichthouder dan handig op zouden in kunnen takken. Ja. Zodat we dan al die data niet binnen hoeven te halen, maar dan gewoon kunnen lijken. Ja. En wij zijn niet negatief over de techniek. Ja, ik bedoel, het heeft ook iets als van, ik ben tegen de trein, want mijn koeien geven. Ik bedoel, dat kan natuurlijk ook. Ja, dat zou toch ook een beetje raar zijn. Dus wij zijn niet tegen de techniek. Ik denk dat we wel zorgen hebben, en die houden we nog steeds, denk ik wel, over de cryptomunt-categorie. Waarvan wij, jullie vroegen aan het begin van, goh, kun je begrijpen waar de AX-koers zit? Nou, ik vind dat bij de cryptokoers, bij een willekeurige cryptomunt, vind ik dat nog wel weer ingewikkelder. Want ja, daar is geen onderliggende kaststroom voor. Ook geen potentiële kaststroom voor. Dat is anders dan bij een bedrijf of bij een land, als je dan gewoon een valuta hebt. Dus ja, wat bepaalt dan de waarde? Je ziet ook dat het heel volatiel is. Hè? Dus ja, daar zijn wij dan wel bezorgd voor als mensen beleggen voor de lange termijn. En het is ook anoniem, zeg ik even praktisch. Hè? Want jij zegt, je kunt erin kijken, maar dat zijn wel bepaalde blockchains waar dat kan. Hè? Het is anoniem en over de grens. En daarmee ook wel echt kwetsbaar voor oplichting, fraude, witwassen en dergelijke. Dus ook voor semi-criminele activiteiten. Dus het is en daarmee ook wel zorg. En het is best wel hypegevoelig, denken wij. Dus een beetje de fear of missing out. Het gaat alleen maar omhoog, dus ik moet er ook in. Of denken van, ja, het is weliswaar een bubbel, maar... de greater fool theorieën. Van nou ja, als ik vind altijd wel iemand die nog dommer is dan ik. En daar kan ik het wel later aan verkopen. Ja. Uw opvolger bij het CPB die heeft heel hard geoordeeld. Die zei dat Nederland crypto's moet gewoon verbieden. Ja. Best wel een heftig statement voor iemand directeur van het CPB. Ook. Sorry? Dapper. Ja. Ja, vindt u dapper? Nou ja, ik zelf vond. Dus ik vind het positief. Het verbieden van iets wat zo internationaal is best ingewikkeld als je niet alleen het met de mond wil beleiden, maar ook wil handhaven. Dus in die zin vond ik het een dapper iets. Hè. Dus als ik als toezichthouder denk, dan, als ik dit zeg, moet ik dat ook gaan handhaven. En hoe ga ik dat in vredesnaam doen? Wat niet hetzelfde is als dat je vindt dat er geen regelgeving moet zijn. Hè. Tot op heden was het zo dat die wereld niet gereguleerd was, hè, of amper. En dat is ook logisch als het... Heel klein. Ik vind niet dat alles wat beweegt moet worden gereguleerd en dat alles wat beweegt recht heeft op toezicht. Hè? Want dan worden we een soort politiestaat met inderdaad heel veel mensen aan de vijfde gracht. Dat is helemaal niet mijn doel. Maar als het groter wordt en risicovoller wordt, hè, omdat er meer interactie komt met de normale financiële sector.
ja, dan moet je wel opletten. Dus ik denk zelf dat de ontwikkeling die je hebt gehad in China, in Amerika ook, maar ook in Europa, waar MiCard aankomt, waarbij we regelgeving krijgen op die crypto's, dat vind ik wel een goede ontwikkeling. Maar dit gaat niet, de Europese regelgeving gaat niet zo ver als dat we crypto's verbieden. En dat is ook niet wat er in de Verenigde Staten gebeurt. Wat in de Verenigde Staten natuurlijk wel gebeurt, en bij ons ook, is dat als je een stablecoin hebt, dus je hebt een crypto één op één gekoppeld aan een munt, zeg de euro of de dollar, dat daar wel echt goed toezicht op komt. Ja, want is het grappig dat het 2 weken geleden, 19 oktober, was in de Verenigde Staten op de New York Stock Exchange, is er een ETF gelanceerd met Bitcoin Futures. Dus daar komt wel echt een product vanuit de cryptowereld, wordt echt verhandeld en ook duidelijker onder toezicht van SEC. Is er een trend wat u ziet vaker gebeuren, of wellicht vaker gaat gebeuren, dat van die crypto, dat cryptogebied wat niet echt onder toezicht valt, toch wel onder de ETF's gaat vallen, waardoor het meer onder de toezicht valt van de toezichthouder? Ja, nee, dus dat, die beweging, daar heb je MiCard niet voor nodig, hè, want dat, als je er een future van maakt, dan is het future zijn is waarom je, waar je op je onder toezicht staat. Wat een soort van belofte is richting de toekomst, nee, maar het geld er is wetgeving die gaat over bepaalde producten. En een product kan zijn dat je, dat je in de toekomst iets koopt. En het feit dat je een future bent, betekent dat je onder toezicht bent. Maakt niet uit wat, als het dan genoteerd is. En dus ook bij crypto's. En dat hebben we ook, dat zie je ook wel in Europa komen. Dus dat je wel kunt handelen in producten die eraan gelinkt zijn. En daar gelden dan ook de gebruikelijke regels voor. Ja. Maar dat meer gereguleerd wordt, is volgens mij gewoon logisch. Omdat het is Wild West, maar er gaan steeds meer mensen naar het Wild West. En dan wil je die mensen toch een beetje beschermen. Hè? Als je Wild West iets is waar een eenzame cowboy rondloopt, denk je, die cowboy gaat er zelf heen. Succes daarmee. Ja. Maar als er steeds meer mensen belanden, dan denk je, moeten we misschien toch een sheriff aanstellen. En dat gaat dan ook nu gebeuren in Europese land. Dus zoals ik al zei, als het aan ons had gelegen, misschien toch meer op Europees niveau ook belegd. Maar dat lijkt niet de weg te zijn die nu wordt gelopen. Maar wij zijn dus wel een beetje voorzichtig en altijd wat afhoudend geweest voor crypto's, om de redenen die ik eerder noemde. Duidelijk. Dan vraag ik me toch af dan de positieve kant van crypto. Ziet u daar dan daadwerkelijk daar waarde achter? Wat ziet u als voordelen van deze cryptomarkten of munten? Ik denk dat ik kan me voorstellen dat er voordelen zijn in de techniek. Hè? Maar dat is iets anders dat vind ik precies het probleem bij deze munten. Die munten hebben of helemaal geen cashflow, of het is een speculeren op een techniek waarvan je echt niet weet wat het gaat opleveren. Maar dat er deze techniek er is, en vooral als we die techniek weten vorm te geven op een manier waardoor je niet nog wat extra olie moet pompen om het rond te breien. Mm-hmm. Dus als we dat meer op een duurzame, wat minder energie-intensieve manier kunnen doen. Dat is verder volgens mij positief. Dat is positief. Maar over de specifieke. De crypto als zodanig, hè, dus de muntachtige dingen, daar zijn bronnen van zorg. En die bronnen van zorg maken dat we zeggen, er moet toezicht komen. En dat komt er nu ook. En de reden waarom wij bezorgd zijn is, ga ik niet herhalen, want dat is denk ik een beetje saai. Ja. Maar dat is we hebben een genuanceerd standpunt. We zijn niet tegen de techniek. Nee, duidelijk. Maar snap ik, de zorgen, consumentenbescherming. Ja. Ja, publieksvragen. Hebben we nog een vraag? Ja? Achterin. Ik ben Vigo. Een professor van mij heeft tijdens een college tussen neus en lippen door een keer zijn zorgen geuit over het Amerikaanse pensioenfonds. Veel babyboomers beleggen natuurlijk voor hun pensioen. En hij vreest dat omdat die babyboomgeneratie nu richting de pensioengerechtigde leeftijd gaat, dat zij veel geld uit de Amerikaanse markt gaan trekken, wat er niet meer in terug gaat komen. Ik heb zelf mijn bedenkingen bij dat statement. En ik vroeg me af wat u daarover dacht. Als ik de vraag goed begrijp, zeg je van, er zijn nu heel veel mensen die hun geld hebben belegd via een Amerikaans pensioenfonds, hebben belegd in aandelen, en straks gaan die mensen dat consumeren. En wat gebeurt er dan? Dat is denk ik de vraag. Ik heb niet een heel scherp beeld zeg maar van de Amerikaanse. Het is wel grappig, want ik ken eigenlijk de Amerikaanse pensioenfondsen vooral als totaal underfunded. En dat het grote risico is waar je over terug maakt. Hè, dat mensen denken,
ik dacht dat ik een leuk pensioen had en dat is er dan straks niet. En dan zit ik straks op water en brood. Dus nou ja, dit is een wat andere invalshoek, zeg ik maar even. Ik vind zelf altijd wel riskant om te zeggen dat vergrijzing een bubbel is. Hè, en die dan ook weer weggaat en dat die alleen maar samenhangt met de babyboomgeneratie. Want in de praktijk is vergrijzing vooral een issue omdat we, nou ja, er is een deel van die mensen natuurlijk geboren vlak na de Tweede Wereldoorlog. En dat is inderdaad de babyboom. Maar een belangrijk deel van de vergrijzing komt ook omdat we met z'n allen ouder worden. Dus het is niet een bubbel, hè, van de tijdelijke hoogtepunten, dan ga je eruit. Maar het blijft gewoon doorgroeien. Dus dan is wel de vraag of die theorie van straks willen zij dat allemaal opeten en hebben opeens minder, is de vraag of dat helemaal terecht zou zijn. Want je zou denken, er komen andere mensen die ook pensioen bij blijven sparen en die dat dan misschien wel weer die verkoop van dat type aandelen weer compenseert, doordat zij dan die aandelen nodig hebben om voor hun pensioen te sparen. Dus het ligt wel heel erg aan of die vergrijzingsgolf er zo uitziet als je zegt, of van mijn hypothese dat er nog steeds mensen zullen zijn die blijven sparen en beleggen in aandelen om hun pensioen straks tegemoet te zien. Nou, het is in ieder geval beter om daarin te beleggen dan in staatsobligaties, zou ik zeggen. Althans, als je rendement wil. En je bent er dan in voor de long haul. Dus dat zou in die zin wel zinvol zijn. Ik denk dat op de financiële markt zijn natuurlijk wel zorgen over dat je misschien aandelen hebt in bedrijven waarvan je niet zeker weet of ze, of zij in de categorie stranded assets straks belanden. Als je allemaal lekker in de olie zit. Ja, en die worden straks over de steenkolenmijnen. Ja, is dat business waar je dan goed in hebt belegd? Hè? Dus er zijn wel allerlei redenen om zorgelijk te zijn, denk ik. Maar ik geloof dat ik deze niet als eerste had bedacht. Maar ik neem hem gewoon mee. Ik leer altijd weer wat. Dus, Ja, super. Je had ook nog een vraag, hè? Goedemiddag, mijn naam is Tim. U had het erover dat sommige mensen dus inderdaad op van die execution-only platforms, dat zij wellicht verkeerde beslissingen maken of onverstandige beslissingen maken. En dat er, ik zie dan bijvoorbeeld ook dat op dat soort dingen als de Giro en dergelijke, dat er dan ETF's en maar ook beleggingsfondsen zijn die dan steeds vaker als sustainable of duurzaam worden aangemerkt. Terwijl als je dan in de portfolio's gaat kijken, dat er dan bedrijven als Nestlé in zitten, waarbij ik dan zelf denk, dat is toch wel een van de minst duurzame bedrijven die ik zelf kan bedenken. En vindt u dat dan ook, dat iets, ten eerste ziet u dat ook, dat soort dingen, en denkt u dat daar dan ook een oplossing is voor, omdat er iets aan tegen gedaan kan worden? Nou, dat is een interessante vraag, want dat is natuurlijk een onderwerp waarin in Europa nu ook actie op ondernomen is. Er is Europese regelgeving, refereerde ik ook aan het begin heel even aan, waarbij we tegen beleggingsfondsen zeggen, je moet eerlijk zijn in je statement, of dus je moet aangeven of je duurzaam bent of niet. Hè. Dat is artikel 6 als je dat niet bent, en dan artikel 8 als je bij wil dragen aan duurzaamheid, en artikel 9 als je echt duurzaam wil zijn. Nou, daar hebben we dus de eerste uitvraag over gedaan. Nou, onze conclusie was dat sommige van die fondsen daar wel wat naar zichzelf toe redeneerden. Nou, kun je daar natuurlijk heel boos over doen. Je kunt ook zeggen, het was voor die mensen ook best wel lastig. Want de regels waren er, hoog over, maar alle uitvoeringsregels waren er nog niet. En ook de extra duiding van de commissie was er ook nog niet. Nou, die extra duiding van de commissie heeft bijvoorbeeld gezegd, als je wil zeggen, duurzaamheid is mijn doel, dan moet het ook echt allemaal duurzaam zijn. Nou, daarnaast heb je zo'n categorie waarbij je bijdraagt aan. Ja, en dat is wel de categorie waarbij je, het is ook lichtgroen en het is niet voor niets lichtgroen. Hè? En niet donkergroen, zou ik zeggen. Dus dat herken ik wel wat je zegt van ja, hoe helder is dat dan? Nou, we hebben wij zelf ook de hele tijd gezegd, die directive is er om transparantie te geven. En het is geen goedkeuringsmerk. Maar in de praktijk zie je wel dat mensen het wel zo denken te kunnen gebruiken. En dat is natuurlijk dat is dan voor ons een bron van zorg. Want uiteindelijk stop je er geld in en dan denk je, ik doe allemaal goede doelen. En dan blijkt dat allemaal heel erg tegen te vallen. Dus dat is denk ik een lastig. En wat wij zelf ook wel, dat is uit onderzoek niet van onszelf, maar van mensen van Wijzer in Geldzaken. Ja, dan zie je dat mensen zijn geneigd te acteren om te zeggen dat er duurzaam op staat of impact. En dan maakt het niet uit of je 10 CO2 hebt weten te vermijden of 100. Terwijl het maakt in de praktijk wel echt wat uit wat je doet. Dus ook op dat punt is er nog wel een wereld te winnen aan het verbeteren van de informatievoorziening. En dan op een manier, zeg maar, niet met zulke paar stapels papier. Want als ik eerlijk ben,
als je nu daarnaar kijkt, dan kan je ook wel door het bos een bomenmoment. Dus wel voor de liefhebber, zal ik maar zeggen. Dus zeker als het over producten gaat die er voor consumenten zijn, ja, dan denk ik dat er nog wel een wereld te winnen valt. Omdat dat ook op een verantwoorde manier, maar ook wel aantrekkelijk wordt weergegeven. Ik zelf vind zeg maar de activiteit van de collega's bij de ACM wel heel erg leuk. Want je hebt ook allemaal duurzaam katoen. Ik weet niet of iemand denkt dat hij dat aan heeft. Maar dan blijkt dan ook dan, dan zeggen mensen duurzaam. En dan blijkt dan maar een heel klein stukje, misschien de zoom of zo te zijn. En dat is dan toch een beetje jammer. En die acteren daar nu op. En nou ja, ik vind dat wel interessante dingen om ook verder naar te kijken. Maar het is een wereld in wording, zeg ik eerlijk. Dus nu moet je nog wel goed naar de kleine lettertjes kijken, vrees ik. Dankjewel. Ik denk dat we gaan afronden. Ik heb nog één vraag voor u. U leest best wel veel. En heeft u misschien een boekentip voor de mensen hier? Ja, het is altijd ingewikkeld, hè? Ik vond het boek waar ik zelf het meeste lol in heb, maar is al een oud boek, is Guns, Germs and Steel van Jared Diamond. Ja. Het is heel breed en eigenlijk de vraag van, is Australië, waar komt het nou door dat Australië wat minder ontwikkeld was? Maar dat leidt tot een echt, nou ja, ongeveer alles waar je het over kunt hebben kwam... Lactose. Kwam langs. Dus dat vond ik wel een heel mooi boek om te lezen. Ik vind het boek voor mensen die meer into management zijn, of welke baas moet ik uitzoeken. Vond ik Creativity Inc. vind ik ook een heel leuk boek van de baas van Pixar. Als ik zou aanbevelen. En je hebt het boek The Alchemist. Dat ging over de centrale bankiers tijdens de financiële crisis. Ja, dat was een tijd die mij wel dichterbij stond. Dus, en dat vond ik ook heel, heel interessant om te lezen. Ik weet niet of... Ja, lijkt me een mooie keuzes. Ja. Ja, en je kunt natuurlijk Esther Duflo, ik ben altijd dol op Esther Duflo. Ja. Dus dat zou ik ook zeker doen. Dus de Nobelprijswinnaar van de Nobelprijs. Ik heb helemaal niet gevraagd naar Guido Imbens. Hij was toevallig Nobelprijswinnaar die gestudeerd heeft aan mijn oude faculteit. Oh, ja, dat is een persoonlijke pijnpunt. We zitten op de UvA hier, dus ik ga geen Erasmus. Ja, je kunt ook trots zijn op Nederland, toch? Dat is waar, zeker. Hartelijk bedankt voor uw tijd vandaag. En dank u wel. Dit was hem. Volgende week zijn we er weer.